Dit zijn Bianca, Jeffrey, Anna en Anjatine. Zij volgen een opleiding in de ouderenzorg. Waarom en hoe? Dat zoeken we uit in de serie Nieuwkomers in de ouderenzorg. Vandaag zoeken we Anna en Anjatine op in het Hoge Noorden. Hoi, ik ben Anna. Anna de Boer is 32 jaar en heeft 3 kinderen van 13, 10 en 5. Ik ben Anjatine Adema. Anjatine is 35 jaar en heeft ook 3 kinderen. 2 pubers en een tiener. Ze volgen allebei, ondanks hun drukke levens, een opleiding bij Patina tot helpende zorg en welzijn. Maar hiervoor deden ze hele andere dingen. Oorspronkelijk heb ik een administrateursdiploma, dus ik heb echt een administratief medewerker achtergrond. En sinds 1,5-2 jaar geleden werd mijn opa ziek. En die werd op een gegeven moment met mantelzorg konden we hem dan nog thuis houden. Dat was ook zijn wens. Maar op een gegeven moment ging er bij mij een knop om van als ik dit bij mijn opa kan doen. Hem verzorgen, noem maar op, alle zorgtaken kwamen gewoon aan bod. Dan kan ik dat ook met andere mensen doen. Ik werk dus al eigenlijk 7 jaar met ouderen, alleen dan in de keuken. En ik had gewoon zelf het gevoel van, er zit meer in. Op een gegeven moment, het geeft wel voldoening, maar niet het laatste stukje. Dus op een gegeven moment werd mijn moeder ziek. Die was al 5 jaar lang ziek. Maar op een gegeven moment kreeg ze de zorg van Patina thuis. En dan zie je dat van een andere kant. Je ziet wat ze dan eigenlijk met je moeder doen. En denk je, ja, god, dit is toch wel heel dankbaar werk. Nummer 52. En hoe reageert jullie omgeving op jullie carrière-switch? Ze bewonderen me ergens. Ja, ook omdat je 3 kinderen opvoedt. Nou, naar school en dan ook naar werken. Dat vinden ze wel knap. Dit is mij aangeboden met als ik het niet haal, dat ik terug kon op mijn oude positie. Maar mijn collega's in de keuken zeiden van je moet, je komt er niet meer in. En ze zeiden ook van ja, je had het al veel eerder moeten doen. Bedankt voor het kijken. De volgende keer vertellen Anna en Anjatine alles over hun opleiding als nieuwkomers in de ouderenzorg.